Goedemorgen. Maar goedemorgen. Ik groet u. Dag beste kijker, er komt een moment dat uw gezinswoning afbetaald is of dat u voldoende spaargeld hebt en dat u denkt over een tweede verblijf. Maar is een tweede verblijf een goed idee? Ik stel de vraag aan notaris Van Opstal. Dag notaris, ja, investeren in een tweede verblijf, is dat een slimme investering, een goede investering? Wel, als je nu een tweede verblijf koopt, het is en blijft vastgoed. Dus dat wil zeggen, als je naar het verleden kijkt, ja, dat zijn altijd goede investeringen geweest. Dus de kans is groot dat het goede investeringen blijven. Wat merken notarissen, als je even naar de cijfers kijkt, dan zie je dat het aantal mensen die een tweede verblijf aankoopt, is gestegen. Je hebt heel wat meer mensen die nu bijvoorbeeld een appartement kopen aan de Belgische kust. Dus je ziet dat die interesse om een tweede verblijf aan te kopen toeneemt. Je denkt soms ook aan een tweede verblijf, maar in het buitenland. Kan ik me dan ook laten helpen met mijn Belgische notaris daarvoor? Ja, dat kan. Dat is nu nieuw. Er bestaat dus een formule waarbij dat je eigenlijk bij je eigen notaris, met wie je gewoon bent om te werken, ook eigendommen in het buitenland kan aankopen. Als je nu bijvoorbeeld iets in Spanje wil kopen of je wil iets kopen in Frankrijk of Italië, dan kan je terecht bij je eigen notaris. En dat is toch wel een extra troef, dat geeft extra vertrouwen om die buitenlandse aankoop te kunnen realiseren. Met welke kosten moet ik rekening houden als ik een tweede verblijf aankoop? Wel, enerzijds heb je, omdat het over vastgoed gaat, heb je de registratierechten die je bij elke aankoop hebt. Maar je hebt daarboven bij een tweede verblijf nog in heel veel gevallen een specifieke tax, wat we noemen de tax op tweede verblijf. Dat wordt per gemeente of per stad bepaald en meestal varieert dat tussen de 500 à 1000 euro dat je ieder jaar moet voorzien als extra belasting op je tweede verblijf. Oké, en naar erfenis toe? Gaat dan die tweede verblijfplaats dezelfde richting uitgaan? Moet je daar hetzelfde mee gaan doen? Wel, het is een gouden raad op het moment dat je iets koopt om die vraag ook te stellen aan je notaris, zodat hij eens kan nakijken of dat allemaal goed geregeld is. Mm-hmm. En wat zien notarissen vandaag de dag? Dat is dat heel wat mensen vandaag daaraan denken en een stukje aan successieplanning al doen. En wat doen ze bijvoorbeeld? Ze doen bijvoorbeeld de gesplitste aankoop. Wat is dat? Gesplitste aankoop wil zeggen dat wanneer je bijvoorbeeld een tweede verblijf aankoopt, dat je het al voor een stukje op naam van de kinderen zet. En dat maakt, als dan later de ouders komen te overlijden, dat er dan geen erfbelasting meer moet betaald worden. En dat is mooi meegenomen. Oké, we hebben het hier over een investering in een tweede verblijf. Stel, ik wil het verkopen. Wat moet ik dan doen? Wel, als je het verkoopt, dan is het goed van je notaris eens te raadplegen. Waarom? Hij kan u helpen bij de waardebepaling. Hè? En hij kan ook helpen hoe dat je het best in de markt plaatst. Want een tweede verblijf is ook een stukje een investering. Hè? Je rekent er altijd op dat de gelden die je hebt ingestoken, dat je die ook recupereert. En daar kan je notaris je ook wel bij helpen. Een goede investering, begrijp ik. Hartelijk dank voor al deze informatie, notaris. Ja, dames en heren, misschien hoeft u niet alleen maar te dromen van dat tweede verblijf. En moet u er zelf ook eens aan denken. En het beste is dan uiteraard om eens te gaan praten met je notaris. Bedankt voor het kijken en ik zie u graag terug voor een volgende aflevering.